Welkom bij deze video over de Mazda CX-30. Een compacte crossover die op het gebied van veiligheid, zuinigheid, rijcomfort, een lage CO2-uitstoot, luxe en mild hybride technologie de zakelijke rijder weet te overtuigen. Eigenlijk een ongelooflijk goed totaalpakket dat de CX-30 weet te bieden. In deze video gaan we dieper in op de voertuigveiligheid. Euro NCAP is een afkorting voor European New Car Assessment Program. Het is een Europese organisatie die de veiligheid van nieuwe auto's die op de markt komen beoordeelt. Als Mazda een nieuwe auto ontwikkelt, is het belangrijk om de veiligheid van het model te laten beoordelen door een onafhankelijke organisatie. En daar komt Euro NCAP om de hoek kijken. Mazda overhandigt een aantal exemplaren van een model aan Euro NCAP, waarna de organisatie diverse tests kan uitvoeren. Omdat de organisatie een auto letterlijk tegen een muur aanrijdt, moeten er meerdere auto's worden aangeleverd om alle testonderdelen te kunnen afronden. Als Euro NCAP alle veiligheidstests heeft afgerond, volgt er uiteraard een beoordeling. En die maximale beoordeling bedraagt 5 sterren. Maar het wordt voor autofabrikanten wel steeds lastiger om die maximale veiligheidsscore te behalen. Dat komt omdat Euro NCAP ook steeds meer kijkt naar aanvullende systemen. Denk bijvoorbeeld aan rijhulpsystemen of veiligheidssystemen. Die worden ook steeds meer op de proef gesteld. Bij Mazda zit je goed, want modellen van klein tot groot, alle modellen van Mazda bieden maximale veiligheid. Dat komt omdat Mazda bijzonder veel energie en tijd steekt in de veiligheid van zijn modellen. Niet zozeer alleen het passieve deel, maar ook het actieve deel. Met het passieve deel bedoelen we bijvoorbeeld op slimme energieabsorptiezones verwerkt in de carrosserie van heel de auto. Dus stel je hebt een frontale aanrijding, dan wordt die kracht als het ware geabsorbeerd door de auto, waardoor jij als inzittende er zo weinig mogelijk van merkt. Uiteraard heeft deze auto ook diverse airbags, zowel voorin als achterin. Maar onder de noemer iActive Sense bundelt Mazda ook diverse rijhulpsystemen. Veiligheidssystemen die jou als bestuurder helpen om een ongeluk te voorkomen of de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken. Denk aan een botspreventiesysteem met voetgangersherkenning of een waarschuwingsverkeer voor kruisend verkeer achter, dode hoekbewaking, een vermoeidheidsassistent en ga zo maar door. De lijst met rijhulpsystemen van iActive Sense is heel erg uitgebreid. Al die veiligheidssystemen werken uiteraard slim met elkaar samen, zowel het actieve als het passieve deel. En dat resulteert ook weer in een hogere veiligheidsscore van Euro NCAP. Neem deze Mazda CX-30, een intelligente, oogstrelende SUV. En wist je dat de Mazda CX-30 een perfecte score van 99% voor de bescherming van volwassen inzittenden wist te behalen? De nummer 2 in die lijst is de Mazda 3, met een score van 98%. In de afgelopen jaren is er geen ander merk dat die score heeft weten te overtreffen. Wordt het nu tijd om deze video af te sluiten? Wil je meer weten? Check Mazda.nl. Bedankt voor het kijken.